Dag liefje vrienden, hoe is het daar? Hier is het redelijk. Ja, zijn gangetje. Maar wat zit er nou toch onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Laten we even gaan kijken. Ik weet niet hoeveel zin ik heb vandaag. Ach, wat leuk. Ik weet niet wat het is, maar het ziet er hartstikke leuk uit. Anatolia Leblibisniks. God mag weten wat het is. Anatolia, dat is toch Turkije? Ik denk dat het Turkse snoepjes zijn of zo. Coconut flakes. Cinnamon chocolate. En lemon cheesecake. Hartstikke leuk. En daar zit dan een hazelnootje in. Of, aangezien het natuurlijk uit Turkije komt, kikkererwt. Want er bunkers, ik weet niet hoeveel kikkererwt. Ingrediënten, droog geroosterde kikkererwt. Ja. Die verwacht zeker. Nou, dit zijn dus de Turkse snoepjes met verschillende smaken. En ik zeg dan maar zo, even proeven. Kijk, dat is leuk. Dat is ook leuk. En dit is natuurlijk ook hartstikke leuk. We beginnen wel met deze. De coconut flakes. Wat is het? De coconut flakes. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo van de snoepjes, ik ben niet zo van de chocola, ik ben niet echt van de kokos en ik ben ook niet echt van de kikkererwten. Dus wat kan hier goed aan gaan? Hartstikke lekker. Pure chocola. Ik hou van melkchocola. Ik vind melkchocola, ach wat vind ik melkchocola truttig zeg. Dat hebben ze voor kinderen ontwikkeld. Maar volwassen mensen die melkchocola eten, ik heb daar niks mee. Oké. Prima pure chocola, prima kokosje en kikkertjes, gewoon lekker, niks mis mee. Lemon cheesecake. Het maakt niet uit tegenwoordig wat je doet, maar er zit altijd wel een lemon cheesecake smaak bij. Zien wanneer is dat hier? Komt ie. Jezus, ik gooi zo bijna mijn voortand eruit, joh. Lekker? Lekker. Smaakt gewoon een lemon cheesecake. Ik zeg je, het is gewoon lekker. Deze dan. Kikkererwt met kaneel en chocola. Bijna geen smaak. Toch wat te zeiken. Heerlijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet had verwacht dat ik iets zoets met kikkererwten lekker zou vinden. Maar ja, het is natuurlijk eigenlijk gewoon een geroosterd nootje. Dus wat kan er nou met het verkeerde gaan? Smaakt fantastisch. Het zijn gewoon lekkere dingetjes. Ik ben wel benieuwd waar die Leblibli snacks. Want het is allemaal heel erg Turks. Maar kom gewoon uit Rotterdam. Ik zweer het je. Kom gewoon uit Rotterdam. Het zijn helemaal geen Turkse dingetjes. Het zijn Rotterdamse dingetjes. Nou ja. In ieder geval, mocht je op een gegeven moment denken, ik heb wat trek in een lekker nootje met wat zoetigheid eromheen. Dan gewoon lekkere Anatolia, Turkse, Rotterdamse kikkererwt snoepjes. Ik heb er nu 3 gehad, of 4, weet ik veel, maar ik ben wel weer misselijk. Maar dat komt omdat ik al misselijk word van chocola en zoetigheid. Ik heb een beetje een gevoelig maagje. Ik ben een gevoelige jongen, hè. Dan zeg je, ah Jan, een harde dit en harde dat. Heel gevoelig. Een paar chocolaatjes misselijk. De vraag is natuurlijk nu, wat gaan we aan cijfertjes geven? Aanvend. Ze zijn eigenlijk veel lekkerder dan ik had verwacht. Ik had niet verwacht dat het lekker was om een kikkererwtje op te eten. Zomaar 1 keer uit het handje. Maar dat doe ik dus nu wel. En het is me bevallen. Wat gebeurt daar nou, joh? Dat kikkererwtje is gewoon smaakvol. Ik vind het een leuk product. Dus deze krijg je gewoon voor mij een voldoende. Welke vond ik het minst lekkere? De chocola kaneel. Waarom? Ik proef bijna geen kaneel. En dan moet je er niet op zitten. Die krijg voor mij een 6. De coconut flakes met chocola, die is hartstikke leuk, die is hartstikke lekker, die krijg je van mij een 7. Maar de winnaar is toch de lemon cheesecake, je wilt niet geloven, maar het is wel waar. Die zijn dus echt serieus hartstikke lekker. Dus deze die krijg je van mij een 8. Is het leuk? Zeker leuk, hartstikke leuk. Bedankt voor alles en tot snel. Ja, ik had er gewoon niet zoveel zin in, dat merk je aan alles.